DAZN. Die Europees voetbal speelde ook. Hè. Je moet die focus erbij houden in de competitiematchen. En zeker al een verplaatsing op Kortrijk is altijd voor club. Dus na een uitleenbeurt bij Dunkerque in Frankrijk, tweede klasse Ligue 2, waar hij alles heeft gespeeld, hebben ze beslist om hem dit jaar opnieuw uit te lenen nu. Bevolkt door jeugdspelers. Je ziet direct Kortrijk al met 5 achterin staan, terwijl er eigenlijk al niet afgetrapt is. Dus, een laag blok mogen we verwachten. Ja, dat denk ik. Diepe bal, de Kuiper richting Gustav Nielsen. Ja, die komt er nog goed bij, maar kon hem niet over de doelman tikken. Skov Olsen zal naar binnen trekken, samenspel met Vetlessen. Een mooie driehoek over de rechterzijde. Vetlessen vrijgespeeld, de voorzet naar de tweede paal. Nielsen en de save van Gunnarsson in twee tijden. En dan wordt hij een beetje gehinderd. Skov Olsen wordt ook veel gezocht in het openingskwartier. De bal is denk ik voor Sijs bedoeld. Uiteindelijk is het de Deen die hem opraapt, Skov Olsen. Er wordt een lang uitgesponnen 1-2. De Kuiper bood zich goed aan. Buitenkant links. En dan Nielsen. Daar is Van Aken misschien. Van Aken! Hij had denk ik nog geen enkele keer de bal geraakt. Maar ja, dat maakt helemaal niks uit als je eerste baltoets na 12 minuten het eerste doelpunt is. 0-1. Hij is nog 1 goal verwijderd, Hein, van 100 doelpunten in de Jupiler Pro League in het shirt van Club Brugge. Fantastisch, hè, als offensieve middenvelder. Als je zoveel assists aflevert ieder jaar, zoveel doelpunten maakt. Dat is ook de reden waarom Hans Van Aken zo hoog gewaardeerd wordt door iedereen. Maar hier vergelijkbaar met wat in het begin begon. Hè. Hier weer twijfel tussen 2-3 spelers van Kortrijk. Ja, echt. Van Eko kapt maar zijn linker. Met Yashari daar wat bezig. En dan de andere Japanner die probeert Mignolet te vloeren. Takamine met een geschilderde bal. Hoekschop voor Club Brugge, de eerste van aan die kant, van aan die zijde. Hier komt de bal van de Kuiper, ingestudeerd nummertje Skov Olsen. Ja, het is een beetje denk ik met de scheenbeschermer net te hoog op die wreef. Om direct te proberen de break te maken, 2 doelpunten verschil. Goede recuperatie van de Jager en dan is hij boos op Lothar Dont omdat hij er snel een einde aan. Dan het swingen naar Kortrijk toe. De Neven. Hagen voor het Ferry laat hem schieten en de save van Mignolet op die poging van Gilles de Waal. Het is een klasse reflex van Simon Mignolet. Hier mee doen als spits. Hoe lang kan je nog wachten voor je Simic brengt, denk ik dan? Want daarnet ook die bal schiet door en al was niet bewust van Ferry. Zo is het antwoord van Club Brugge met de Kuiper. De save van Gunnarsson. Bal blijft binnen. En dan de IJslandse keeper die hem lost. Uiteindelijk is het Skov Olsen die over het doel van. Zo gaat het snel over en weer. Zitten we bij Michael Skoras op de rechterkant. Tegenover Lagat die dus net geel heeft gekregen. Skoras. Weggeven met Van Aken. En dan Vetlessen die echt moeilijk scoort. Wat hebben we gezegd? Hij komt weer. Tot bij Skoras. Mooi van Nielsen. En dan moet het naar Solis. Solis nog niet moeten vernoemen in deze tweede helft. De Griek zoekt naar een klein gaatje. En hij vond het gaatje wel. Was ook zo met Griekenland waar hij het tweede doelpunt maakte. Maar als ik Nuri Sahin was van Borussia Dortmund, zou ik toch even druk zetten bij Mechelen. Onjedika knap Vetlessen gevonden zonder te kijken. Van Aken. En dan Gemsdien Talbi. Talbi. Trappen maar. Talbi scoren maar. Heerlijke goal van de tiener. De invaller van Club Brugge. Zorgt voor de bevrijdende 0-2. Met nog minder dan 10 minuten op de klok. Dat was, ik zou zeggen, à la Skov Olsen. Maar dan van aan de andere kant. Ja, maar je zei Onjedika zonder kijken. Maar hij had al lang gekeken ervoor. Dus daar begint het ook mee. Fantastische deviatie. Je mag de 6 aanspelen. Je moet de 6 aanspelen. Maar niet als er natuurlijk iemand op de loer ligt om die bal. Maar je ziet zo belangrijk Onjedika. Want wat hij hier doet is gewoon. Ja, de 19e of 20e verschillende doelpuntenmaker van club in 2024. Ja, Bruno nog met een kans in het slot in de toegevoegde tijd voor Kortrijk op 1-2. Gaat ja, een half metertje naar. Ik had Ik vind ook niet dat dat hoeft hier, maar zo zie je maar dat je in een wedstrijd dezelfde fouten op een andere manier soms beoordeelt of bestraft. Nielsen, wacht even. Oh.
dan een solo-actie, kiest uiteindelijk voor Talbi. Onyedika Sabbe biedt zich aan. Het gaat naar Van Aken. Die dummy voelde je komen. Kiriani Sabbe brengt hem voor. Daar is nog een poging die binnengaat. Het is uiteindelijk Hans Van Aken met zijn 100ste doelpunt in de Jupiler Pro League voor Club Brugge. Heeft er uiteraard ook een aantal, zeg maar heel wat, voor Sporting Lokeren. Maar dit is wel de mooie kers op de taart. En ja, de assist van Gustav Nielsson is dus meer dan een breker in het 16 meter gebied. Hij wil trappen op doel. Het is een mislukte bal. Eventjes verwijzen naar Van Aken, wat je daarnet zegt, de dummy was voorspelbaar. Ja, maar ik bedoel dat als compliment. Hè? Dus, uiteraard. En hij scoorde. Dus hij doet hier een dummy en is daar om de bal in doel te verwerken. Kijk, hier de dummy. En dat stopte niet bij Hans Van Aken. Hè? Kijk, die inspanning. Die... Kortrijk blijft zonder punten achter. Verlies zoals wel vaker van Club Brugge. Ze konden een reeksje van twee opeenvolgende thuisoverwinningen tegen Club. Maar niet...